We kunnen het nu echt zeggen dat volgende maand de Tour in Antwerpen is. Over 30 dagen gaat het Fanpark op de Groenplaats open. En over 32 dagen is de Tour hier in de stad. Antwerpen is zot van de koeks. En in ieder geval helemaal zot van de Ronde van Frankrijk. We hebben de tafereelen gezien in 2001 met de gele trui van Mark Wouters. Dan was Antwerpen helemaal gek van de Tour. Dat zal 4, 5, 6 juli hetzelfde zijn. Antwerpen kleurt helemaal geel. Hè? En in het kader daarvan zetten we op de Groenplaats een echt Tour de France fanpark neer. Waar je de Tour kunt beleven gedurende drie, drie dagen eigenlijk. In aanloop naar de start van de Tour op maandag. Ja, wat echt de moeite zal zijn is een voorstelling van de renners op een podium voor het stadhuis. Dat voor de gelegenheid getooid zal zijn met allemaal gele vlaggen. Daar tekenen de Rinnex hun feuille en rijden dan over een gele loper via de Suikerruin naar het steenplein zondag kan de echte wieler, liefhebber dan, die dan actief uh, fietst, die kan op zondag zijn. Ik zal maar zeggen, de toertocht rijden hier in Antwerpen heeft de keuze uit 78 kilometer en 115 kilometer. Daarnaast vertrekt de familietocht door het hartje van de stad, een tocht van 11 kilometer, passeert ook langs het vanpark. En die mensen die daaraan deelnemen... Trouwens, wat, zij kunnen daar gratis aan deelnemen. Die kunnen ook uh, nog genieten van een lekker ontbijt en een uh, plezante of een goed gevulde goodiebag. Mark, als je dit allemaal ziet, dan moet je automatisch terugdenken aan 14 jaar geleden, neem ik aan. Absoluut. Als ik uh, de stad Antwerpen voorbij rijd elke dag, of nee, wanneer ik er voorbij rijd, dan uh, ja, komt dat terug, terug ja. naar boven, dat dat ook uh, ja, de mooiste herinnering is van mijn uh, wielerkarrière. Het mooiste moment uit mijn carrière natuurlijk, als je als Belg een rit kunt winnen in de Tour de France in de stad Antwerpen. Dat is iets ongelooflijks. Met daar surplus bij dat ik de gele trui veroverde en Sanderdaags met de gele trui hier in de stad Antwerpen de rit kon vertrekken. En door mijn eigen woonplaats rijden. Dus dat is ongelooflijks.